Dries, jullie hebben hier vanavond al voor figuurlijk vuurwerk gezorgd, of voor letterlijk vuurwerk beter. Gaan jullie nog op het podium ook voor vuurwerk zorgen? Nou, ik denk dat wij met deze repetitie goed bezig waren, de laatste repetitie. Heb je het wel gezien? Ik denk dat als het camerawerk nog gaat veranderen op de manier zoals wij dat willen, nog een paar dingetjes, dan zijn wij helemaal blij. Hier op de boot hebben jullie wel voor het feestje van het jaar gezorgd, denk ik. Jullie hebben ook wel het publiek aan de kade erbij betrokken. Was dat een slim trucje om een paar sympathiestemmen te winnen? Ja. Jawel. Jawel. Nou, het is sowieso, het is gewoon ontzettend leuk om een feest te organiseren op een boot. En we hadden helemaal niet geen rekening gehouden met mensen op de kade, maar waarschijnlijk is het als een lopend vuurtje door Düsseldorf gegaan. En die mensen zaten hier vanmiddag al te wachten op het feest van Nederland. En wat dat betreft zijn we ontzettend vereerd dat het zoveel positieve reacties heeft ontlokt. Eigenlijk is vandaag jullie eerste echte dag op het Songfestival. Welkom op planeet Eurosong, zou ik zeggen. Hebben jullie al mogen proeven van de geneugten van het Songfestival wereldje? Hebben jullie al veel fans over de vloer gehad die jullie fantastisch en great vonden? Hele lange vraag, hè? Ja. Dat wordt een lang antwoord. Wij hebben sinds een paar dagen wel een van de meest bijzondere ervaringen van ons leven. We hebben veel meegemaakt als muzikant. Grote productie gedaan in Nederland. Maar dit is wel een heel bijzonder feest. En ik vind dat mij vooral opvalt is dat ook de andere, zeg maar, deelnemers heel positief en vriendelijk zijn. En dat doet mijn hart goed. Jullie hebben ook al twee persconferenties achter de kiezen. Zijn jullie verwonderd van de vele stupide vragen die jullie voor de kiezen gekregen hebben? Nou, nee, ik vind de vragen eigenlijk niet stupide. Het zijn wel vragen waarvan je al je verwacht dat dat soort vragen komen. Maar de mensen zijn in ieder geval, en de journalisten ook, oprecht geïnteresseerd. En houden de boel heel goed in de gaten. En hebben ook door wat er speelt met ieder land. Zo kwamen ze ook met de vragen voor ons van, wat hebben jullie veranderd aan jullie act? Natuurlijk vragen ze dat, maar dat betekent wel dat ze de boel goed in de gaten hebben gehouden. Ik blijf nog even bij jou, want je hebt vanavond een vrij gevaarlijke uitspraak gedaan tijdens de persconferentie. Jaap die zei van, waarom gaan we niet naar de finale? Misschien omdat de concurrentie te sterk was. Jij zei daar onmiddellijk achter van, misschien omdat onze liedjes te zwak waren. Verwacht je geen grote koppen in de privé en zo? Onze liedjes in de afgelopen jaren bedoel je? Nou, ik zei misschien, omdat ik het niet weet, want ik heb het al die jaren ook niet in de gaten gehouden. Dus ik weet niet of dat toen het geval was dat die andere liedjes te sterk waren. En want ik vond het namelijk ook inderdaad de afgelopen 7 jaar. Oké, er zaten een paar liedjes bij die ik niet zo goed vond. Maar er zaten ook liedjes bij die echt wel goed waren. Dus wat dan het geval is geweest, dat weet ik niet. Als ik dan toch het woord privé laat vallen, hoe zit het privé? Zijn jullie dames er eigenlijk ook bij momenteel of komen ze nog? Onze dames zijn hier aan boord, inderdaad. Ja. Okay. Dus jullie worden goed verzorgd deze dagen? Wij krijgen een hele goede persoonlijke verzorging allemaal. Okay. Slotvraag, gaan jullie van de belangstelling die toch op jullie echt wel brandt momenteel van het Songfestival gebruik maken om een volgende single al te releasen binnen de kortste keren? De Stroom bijvoorbeeld? De Stroom zou een redelijke keuze zijn, omdat die natuurlijk in de belangstelling is gekomen door het Nationaal Songfestival in Nederland. En dat was eigenlijk de runner-up, dus de tweede kandidaat voor het meest favoriete lied. Dus het zou geen slechte keuze zijn voor ons om dat lied als single uit te brengen. Waar wij ook nog wel andere favorieten hebben eigenlijk. Maar ik hoor je in de voorwaardelijke wijze spreken, dus er is nog niks beslist over datum of over titel. Wat is dat een prachtig klassiek taalgebruik wat je daar bezigt. Dat hebben wij Nederlanders niet meer. Een voorwaardelijk taalgebruik. Vind ik mooi. Dat maakt de vraag nog iets moeilijker. Ja, de Stroom wordt wel de volgende single. Oké, dankjewel. Maar ja, de Stroom wordt wel de volgende single, maar die gaan we niet hier al uitbrengen of zo. Dat duurt nog wel even. Ik denk wel in ieder geval een maand nadat we terugkomen uit hier vandaan. Heel belangrijk voor ons in Nederland en in Vlaanderen dan? Waarschijnlijk wel, ja. Tegenwoordig lopen onze singles 1-1 in Nederland en België, of in Vlaanderen. Dus waarschijnlijk zal de Stroom er ook uitkomen en gaan we weer een rondje promotie doen.
bij Radio 2, en de Rode Loper en weet ik veel allemaal. En we komen gewoon weer gezellig naar, nu wel zin in. Naar de zuiderburen. Maar eerst zien we jullie een potje voetballen bij de Votan Stars. De Votan Stars, ja. Ja, wel in het voetbalstadion, maar niet voetballen. Oké, dankjewel.